Hey, leuk dat je kijkt. We gaan het over fasen hebben. Dat is een onderdeel van trillingen en golven. En in dit geval gaan we specifiek in op een trilling. Hier achter mij zie je een trilling. Een blokje gaat op en neer. En fasen geeft eigenlijk niets anders aan dan waar bevindt het blokje zich in de trilling. Het midden noemen we 0. En als hij één keer een volledige trilling heeft gedaan, dus dat hij weer terug is in zijn evenwichtstand, met dezelfde richting, dus hij begon omhoog en hij gaat weer omhoog, dan noemen we het 1. En als hij 2 trillingen heeft gehad, noem je 2, 3, 4 fases. Fases is niks anders dan, waar ben ik in het proces? Denk maar aan als je een huis bouwt, vraag je aan een aannemer, in welke fase ben je? Nou, we zijn bezig met de fundering, dan weet ik waar we aan toe zijn. Of hij zegt, we zijn het dak erop aan het zetten. Dan weet ik ook in welke fase we zijn. Dan zijn we iets verder in de tijd. Dus een fase geeft aan, waar ben ik in het proces van begin tot eind. Oké, we gaan er even iets specifieker over praten. Stel je voor, ik laat het blokje nou in de tijd opzij bewegen. Dan ontstaat er een mooie sinusfunctie. En die kunnen we dan ook echt uitzetten. Met de verticale as de uitwijking en de horizontale as de tijd. Nou, nu heb ik de tijd precies zo gekozen dat hij op tijdstip 0 omhoog beweegt. Eén trilling kunnen we aflezen, dat is namelijk wanneer hij precies weer dezelfde beweging gaat herhalen. Dat hij weer dus omhoog gaat. Nou, dat is na 4 seconden. Dit is dus ook hetzelfde als één fase. Eén fase is dus van 0 tot 4. Dus op tijdstip 0, fase 0, tijdstip 4 seconden, fase 1. Daar kan je dus een formule voor bedenken, want waar ben ik ten opzichte van een volledige trilling? Dus pak je een stukje tijd ten opzichte van de volledige trillingstijd en dan weet je in welke fase je zit. Bijvoorbeeld, na 2 seconden zit ik halverwege de trilling. Ik ben omhoog gegaan, ik ben op het moment weer naar beneden aan het gaan, ik zit weer in het evenwichtstand. Maar ik moet nog een stukje verder voordat ik weer helemaal klaar ben met mijn trilling. Dus ik zit op een half. Of ik vul 1 in, 1 seconde, dan ben ik op een kwart van de trilling. Nou, zo kan je bedenken dat als je helemaal beneden is, dat die 0,75 is de fase. Maar je kan ook een tijd groter dan de trillingstijd invullen, bijvoorbeeld 6. Dan heb ik een trilling gehad en dan ben ik weer halverwege een tweede trilling. Dan ben je in fase 1,5. Je kan het zelfs zo gek maken dat je terug in de tijd kijkt. Je bent op een gegeven moment gaan tellen op tijdstip 0. Maar stel je voor die 2 seconden ervoor, min 2, dan zit je in fase min 1,5. Maar daar gaan we zo meteen nog even iets verder op in. Maar waar ik eigenlijk geïnteresseerd in ben, is waar ben ik ten opzichte van de evenwichtstand? Kwart fase, helemaal bovenin. Half fase weer in het midden. 0,75, helemaal onderin. Maar of ik nou 20 trillingen al gehad heb, vind ik niet zo interessant. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in die breuk. Dus tussen 0 en 1. Want die zegt iets over de stand waarin ik ben. Dus daarom gebruiken we het begrip gereduceerde fase. Je reduceert dus het getal, bijvoorbeeld die 1,5 die we net hebben berekend, tot 1,5. Want die half geeft aan waar ik ben in de trilling. Goed, hier zie je er nog eentje, ander voorbeeld, lijkt heel erg op, maar nu ga ik, want het is nog steeds 4 seconden de trainingstijd en de fase is nog steeds 1, maar nu ga ik hem even een beetje aanpassen. Ik ga nu niet zeggen, de fase op tijdstip 0 gaat hij omhoog, nee, op tijdstip 0 zit hij bovenin. Wat moeten we met die fase doen? Want die fases kloppen niet meer. Op tijdstip 0 is het niet fase 0, want dat stipje staat daaronder. Want fase 0 betekent door de evenwichtstand omhoog. Ik moet dus mijn fases opschuiven, die kant op, totdat ze weer matchen. Nou, ik schuif ze zo door totdat fase 0 weer overeenkomt met een punt dat omhoog beweegt. In dit geval is dat na 3 seconden. Dus tijdstip 3 wordt nu gekoppeld aan fase 0. Als ik nu een berekening ga uitvoeren, dan bijvoorbeeld 3 gedeeld door 4, kom ik op een kwart fase uit, dan klopt dat niet meer. Dat is fout. Want op tijdstip 3 is het niet 0,75. 0,75 betekent helemaal onder in de evenwichtstand. Ik moet dus goed nadenken welke fase ik bij welk tijdstip koppel. Dus ik moet die
tijdstip 0 om te kijken wat de fase daar is. In dit geval is dat min 0,75. Hè, ik ga van 0 min 0,25 achteruit, min 1,5, min 0,75. Dan moet ik even goed nadenken. Min 0,75 betekent eigenlijk fase 25, 0,25. Ik ben namelijk bovenin de evenweerstand. Helemaal een maximale amplitude heb ik hier. Dus als ik een minnetje ervoor zet, dan moet ik terugrekenen vanaf 0. Ik kan natuurlijk ook zeggen 0,25 volgen, maar ik kan ook 0,75 achteruit. Even over nadenken. Die beginsituatie moet ik dus afhalen van de fase die ik heb berekend. In dit geval is dus min 0,75 plus 0,50 is 0. En dan klopt die wel weer. Goed, nog één voorbeeld. Hopelijk wordt het dan helemaal duidelijk. Op tijdstip 5 seconden weet ik, dat zie ik op de grafiek, dat de fase een half is. Want ik ga door de evenwichtstand naar beneden. Maar wat is nou de fase op tijdstip 7 seconden? Nou, dat kan je natuurlijk aflezen. Maar stel je voor dat je deze grafiek niet hebt. Dan moet je eraan gaan rekenen. Nou, de trainingstijd is gegeven, die is 4 seconden. Wat ik ga doen, ik ga bekijken hoe groot is nou het stukje tijdsverschil. Nou, ik begon 5, ik ga naar 7, dus het tijdsverschil is 2 seconden. En de trainingstijd is 4 seconden, dus ik kan het stukje faseverschil berekenen. En dat is dus een half. En uiteindelijk, als ik dan de formule netjes invul, ik vul de fase in op tijdstip 5 seconden, die was een half. Plus een half kom ik op 1 uit, een fase van 1. Nou, zo kan je dat in het oneindige berekenen. Dus stel je voor, wat is de fase op 1000 seconden? Nou, dan moet je weer eerst vanuit de fase beginnen die bekend is. In dit geval 5 seconden met een halve fase. En vanuit daar verder redeneren hoeveel fase ik verder ben. Goed, hopelijk heb je nu wat bijgebracht over fases. En je ziet die formule nog één keer achter mij. Soms wordt er gebruik gemaakt met frequentie. Nou, 1 gedeelde t is de frequentie. Dus deze formule, die dus aangeeft waar ik ten opzichte van een volledige trainingstijd ben, kan ik ook berekenen met de frequentie keer delta t. Succes met oefenen!